Een van de best bewaarde geheimen is dat ik in Den Haag geboren ben. En dat wou ik vooral geheim houden wanneer ik campagne voer in Enschede. En ik heb jaren in Florence gewoond. En toch heb ik meer met Franken dan met Machiavelli. En als je zijn stukken leest van wat Machiavelli allemaal vond hoe een vorst moest handelen, en je vergelijkt het met Franken, dan zou ik me omdraaien in mijn graf als ik Franken was. Omdat hij precies het tegenovergestelde beweerde. Want Machiavelli was de absolute heerser. De absolute vorst. Die, als ik, ik had beter hem moeten lezen de afgelopen 2 jaar om uit bepaalde situaties te komen. Maar goed, ik ga vandaag niet over Machiavelli spreken. Dat kan ik de volgende keer rustig doen. Maar over François Franken. Ik weet niet hoe hij zichzelf noemde, maar ik had dat zo opgeschreven. Over het plakkaat van verlatingen. Want Alexander de Grote schijnt ooit gezegd te hebben dat volkeren die het woord nee niet hadden leren uitspreken, gedoemd waren om in slavernij te eindigen. Wellicht hadden de Staten-Generaal deze waarschuwing in gedachten toen zij in 1581 een daverend nee lieten horen aan hun vorst. Toen de koning van Spanje, Philips II. Ik citeer uit het plakkaat van verlatingen. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hem probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. Met die woorden uit het plakkaat van verlatingen verklaarde de Staten-Generaal in 1581 de rechten van Philips II op de Nederlanden vervallen. Dat kwam overigens niet uit de lucht vallen. Er waren jaren van verzet, veldslagen, bloedraden en strafexpedities aan vooraf gegaan. Maar tot die tijd kon het met enige goede wil nog beschouwd worden als een interne kwestie. Maar nu was de breuk definitief. Philips II had zijn plichten als vorst dermate geschonden dat hij niet langer als vorst kon worden beschouwd. De Nederlanden verklaarden zich onafhankelijk van de Spaanse koning. Het plakkaat van verlatingen wordt met de kennis van nu ook wel beschouwd als onze onafhankelijkheidsverklaring. Als de geboorteakte van Nederland. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. De Staten-Generaal wilden niet onafhankelijk verder gaan. Maar ze wilden een nieuwe vorst zoeken. Een soeverein die, in tegenstelling tot Philips II, zijn onderdanen niet onderdrukte, maar beschermde. De geboorte van Nederland is dan ook niet het gevolg van een nationale beweging. Niet het gevolg van de gedachte dat een volk zijn eigen natie moet hebben. Nederland lijkt te zijn ontstaan vanuit een heel andere gedachte. De gedachte dat soevereiniteit, het hoogste gezag en daarmee de uitoefening van staatsmacht haar fundament niet vindt in een persoon. Niet in een geboorterecht, niet in een volk en niet in een natie. Maar in de soevereiniteit zelf. En wel in de wijze waarop deze soevereiniteit wordt uitgeoefend. De manier waarop het hoogste gezag wordt bekleed. Een soeverein kan alleen soeverein zijn als hij zijn soevereiniteit in het belang van zijn onderdanen uitoefent. Hen beschermt en hen niet onderdrukt. De zoektocht naar een andere vorst werd echter geen succes. Eerst werd de hertog van Anjou binnengehaald. Maar die was, zo gaat het vooral aan het feesten. Hij vond bovendien dat hij te weinig te zeggen had. En dus verzamelde hij een eigen leger om zijn macht uit te breiden. Omdat dat niet helemaal paste bij wat de Nederlanden voor ogen hadden, werd deze strijdmacht in een hinderlaag gelokt en afgeslacht. De hertog van Anjou verliet gefrustreerd de Nederlanden. En ook zijn broer, koning Hendrik III van Frankrijk, voelde daarna weinig behoefte om de soevereiniteit van de Nederlanden te aanvaarden. Dan komt Elisabeth I van Engeland in het vizier. Maar ook zij weigerde. En in plaats daarvan stuurde zij de graaf van Leicester in haar plaats. Deze eervolle taak had hij naar verluid gekregen omdat hij de Engelse koningin van zijn kwaliteit had overtuigd. In de slaapkamer wel te verstaan. Dit soort schandalen zijn tussen Elisabeth I en Elisabeth II
in die 400 jaar niet heel veel veranderd. Helaas waren zijn militaire kwaliteiten van een wat lager niveau. Veldslagen werden verloren en verschillende steden werden door Spanje op de Nederlanden heroverd. Het gaat hier vooral om Overijssel, het pijnpunt. Maar wat uiteindelijk het einde van de graaf van Leicester inluidde, waren zijn pogingen om een sterk centraal gezag over de Nederlanden in te richten. Toen ook nog het gerucht ging dat hij in het geheim onderhandelde met de Spanjaarden, werd hem het opperbevel over het leger ontnomen en werd hij het land uitgezet. De Nederlanden wilden dus wel een vorst, maar wel een die zijn plaats kende. En terwijl iedereen zich afvraagt wie er dan nog in aanmerking kan komen, verschijnt François Franke, pensionaris van Gouda, op de voorgrond van het politieke toneel. In zijn beroemde korte vertoningen uit 1587 stelt hij dat de zoektocht naar een vorst overbodig is. De soevereiniteit van de Nederlanden ligt niet bij een vorst, maar bij de staten zelf. En dat is maar goed ook, aldus Franke. Franke's pleidooi overtuigt. Een jaar later aanvaarde de Staten-Generaal de soevereiniteit over de Nederlanden en is de Republiek een feit. Hoe revolutionair het idee van Franke ook moet hebben geklonken, in zijn eigen ogen was het niet meer dan een feitelijke constatering. Het vaststellen van iets dat al sinds mensheugenis het geval was. Altijd al was het land bestuurd, niet door een individuele graaf of vorst, maar door overleg tussen steden en edelen. Deze manier van bestuur leidde tot het beste bestuur. Het bestuur dat het algemeen belang van de onderdanen centraal stelde. Steden en edelen hebben er belang bij hun meest competente vertegenwoordigers te sturen. Deze spreken dan nog nooit op persoonlijke titel, maar verdedigen de bestaande rechten en vrijheden. Hun eigen belang speelt geen rol, ook omdat zij verantwoording af moeten leggen aan degene die zij vertegenwoordigen. Er is aldus Franke dan ook geen andere bestuursvorm die met zoveel autoriteit kan regeren, omdat juist deze bestuursvorm alle waarborgen bevatte voor goed bestuur. De fundamentele gedachte die al in het plakkaat van Verlatingen te vinden is, doordecemt ook de korte vertoningen van Franke. Soevereiniteit ligt en hoort te liggen waar ze zoveel mogelijk in het belang van de onderdanen wordt uitgeoefend. Waarin de structuren zelf is ingebed, dat niet het eigen belang, maar het algemeen belang prevaleert. Waar er controle en overleg is. Waar de stem van iedereen, of op zijn minst van velen, telt. Waar de macht verantwoording aflegt. Legitimiteit en soevereiniteit hangen onverbrekelijk met elkaar samen. Dat is misschien wel de grondgedachte waaruit ons land is voortgekomen. Deze grondgedachte is geen rustig bezit. En dat is zij ook nooit geweest. Vooral de leden van het Huis van Oranje moesten even wennen aan de gedachte van de soevereiniteit van de Staten-Generaal. Prins Maurits vond het maar erg lastig en nam de nodige tegenmaatregelen. Johan van Oldenbarneveld, net al genoemd, en Franke heeft ooit het aanbod om plaatsvervangend landsadvocaat te worden afgeslagen onder Johan van Oldenbarneveld. Het ambt had toen nog wat meer aanzien dan nu overigens. Was hiervan het belangrijkste slachtoffer. Johan van Oldenbarneveld werd door Maurits om politieke redenen van landverraad beschuldigd. Een nare gewoonte die we ook vandaag weer in het parlement terugzien. Een speciaal hiervoor opgericht tribunaal, over terugkerende nare gewoontes gesproken, veroordeelde van Oldenbarneveld ter dood. Een politieke actie onder het mom van rechtspraak. Ik weet overigens niet waarom we die 400 jaar niet met de koning herdacht hebben. En ook in 1813 maakt het Huis van Oranje de soevereiniteit van de Staten-Generaal weer ongedaan. Willem I en zijn zoon Willem II konden dankzij de geopolitieke situatie 35 jaar lang als alleenheersers over ons land regeren. Dat duurde tot 1848, toen onder druk van de dreigende revolutie Thorbecke ervoor zorgde dat de materiële soevereiniteit weer kwam te liggen waar ze thuis hoorden, bij de volksvertegenwoordiging. Wie naar onze geschiedenis kijkt, ziet dat de personen die macht uitoefenen van nature geenszins geneigd zijn deze macht te delen. Dat zij niet gesteld zijn op transparantie. Dat de controle niet alleen overbodig gevonden wordt, maar dat zij controle een hindernis vinden voor krachtdadig bestuur.
Vooral in tijden van crisis en geopolitieke spanningen zoals de onze, heeft deze gedachte het tij mee. Iedereen wil in die tijden vanzelfsprekend een krachtdadig bestuur. Een sterk land, een sterk Europa. En zo zagen wij de afgelopen dagen verschillende bewindslieden pleiten voor het loslaten van financiële afspraken. Voor het overboord gooien van regels, voor meer internationale allianties, voor het overdragen van meer soevereiniteit aan de Europese Unie en voor het aangaan van heel veel schulden. Maar de tijden van François Franke waren niet minder roerig dan de onze. De Nederlanden waren toen niet meer dan een los samenraapsel van een paar kleine gewesten. Een dwerg in het Europese krachtenspel. Van veel grotere landen met machtige vorsten. Bovendien was het land in oorlog met het machtige Spanje. Was het zuiden al verloren gegaan. En was er de continue dreiging van meer territoriumverlies. De Staten-Generaal was al jaren op de vlucht. Eerst van Brussel naar Antwerpen. Dan naar Middelburg. Om uiteindelijk in 1585 in het toen armzalige Den Haag neer te strijken. En midden in deze chaos kozen de Nederlanden niet voor de meest voor de hand liggende oplossing. Voor de sterke man en een gecentraliseerd bestuur. Op voorstel van Franke kozen zij voor het tegenovergestelde. Voor een gedecentraliseerd bestuur. Voor soevereiniteit in handen van de volksvertegenwoordiging van de Staten-Generaal. Want wat Franke beter begreep dan anderen, was dat krachtdadig bestuur tot niets leidt als het geen goed bestuur is. En dat een geopolitiek machtsblok alleen maar kwaad brengt als de macht niet ten dienste van de eigen onderdanen wordt aangewend. Franke wist bovendien dat juist machtsdeling en overleg, controle en het afleggen van verantwoording, iets dat in tijden van crisis overbodig en stroperig lijkt, de basis is voor goed en krachtdadig bestuur. Ook en vooral in tijden van crisis. En met de keus voor dit ogenschijnlijk stroperige en trage, maar in werkelijkheid goede en krachtdadige bestuur, ontstond er een nieuw elan. Niet het elan van Rutte IV, maar een echt nieuw elan. Een hele nieuwe staatsvorm. Een succesvolle natie. Economische voorspoed. Een vrije samenleving. En een toevluchtsoord voor politieke en religieuze vluchtelingen uit heel Europa. Nu door de geopolitieke ontwikkelingen alles in beweging lijkt, nu de ene crisis door de andere wordt opgevolgd, is het daarom juist van belang om niet te zwichten voor prettig klinkende, maar al te gemakkelijke statements over krachtdadig bestuur en machtsoverdracht aan Europa. Beter kunnen we de benadering van François Franke kiezen. En er zo voor zorgen dat de beslissingsmacht daar ligt waar er controle is, waar er transparantie is, waar er verantwoording wordt afgelegd. En waar er voldoende waarborgen zijn dat deze macht in het algemeen belang wordt uitgeoefend, zodat echt krachtdadig bestuur tot stand komt. En dan kijken we naar Nederland. In theorie hebben we het nu goed geregeld. De macht ligt bij de kiezers. Algemeen kiesrecht, mannen en vrouwen boven de 18. De partijen maken elk 4 jaar een programma. De kiezer stemt. En partijen met de meerderheid zoeken naar een compromis waarbij ze althans een deel van hun programma kunnen uitvoeren. Op deze manier is de kiezer de baas, de eindbaas. Maar dat is de theorie. De praktijk is anders. En dat kun je zien. Zullen we eens naar ons belastingstelsel kijken? Iedereen heeft een hekel aan belasting betalen. En iedereen probeert een wat lager tarief te hebben. Wie erin slaagt de belasting voor specifiek zijn groep mensen te verlagen, die persoon oefent effectieve macht uit. En ons belastingstelsel laat zien dat de kiezer slechts een ondergeschikte rol in die besluitvorming speelt. En dan heb ik het niet over de belastingvrijstelling van de koning. Die ligt in de grondwet. En die discussie laat ik over aan partijen die in plaats van over echte problemen te spreken, de aandacht willen afleiden om het in een detail, te hebben over een persoon die zich ook nog niet kan verdedigen in de openbaarheid. Nee, veel interessanter zijn de echt belangrijke belastingen. Zoals de energiebelasting op gas. Die steeg voor kleinverbruikers de afgelopen jaren enorm. Van 19 cent per kuub gas in 2013 naar meer dan 36 cent per kuub gas in dit jaar. En de grootverbruiker dan? Ja, die betaalde eerst 1,2 cent in 2013...
en die betaalt nu 1,3 cent per kuub gas. Een ander interessant voorbeeld zijn de... Ja, u lacht nu, maar als u over energiearmoede spreekt, dan zit hier de kern van het probleem. Wie betaalt hier de belasting? En een ander interessant voorbeeld zijn de expats, die door een opmerkelijke regeling veel minder belasting betalen. Toen ik uit Frankrijk terugkwam, kwam ik in aanmerking voor deze belastingvrijstelling. Ik ben hecht eraan te zeggen dat ik hem niet gebruikt heb, maar 30% van het loon van een expat is vrijgesteld van belasting. Dat is een werkelijk waar goudgerande regeling. En het is dan ook niet wonderlijk dat alleen nog expats zich een huis kunnen veroorloven in de Randstad, zoals de woningbouwers NL deze week schreven. Ook op het gebied van erf- en schenkbelasting is er sprake van een bijzondere vrijstelling voor een kleine groep. Erven of schenken van een bedrijf waar je minimaal 5% van de aandelen bezit, is gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Eerst bedroeg die vrijstelling 30%, daarna 60%, daarna 75% en nu bedraagt die 83%. Oh ja, de eerste miljoen is helemaal vrijgesteld. Als je een huis van een miljoen van je ouders erft, dan betaal je 20% belasting. Als je een onderneming van je ouders erft van een miljoen, betaal je helemaal niets. Erf je een grotere onderneming van tientallen miljoenen, dan betaal je maximaal 3% belasting. En als je het handig speelt, je kunt deze vrijstelling dubbel gebruiken, met een fiscale constructie, dan betaal je nog minder. Over tijd zijn al deze vrijstellingen en regelingen voor bijzondere groepen opgerekt en groter gemaakt. En kijk dan naar de gewone, hardwerkende Nederlander, die 1,5 keer modaal verdient. Dat is je leraar op de middelbare school met een aantal jaren ervaring. Die betaalt van elke 100 euro belasting, 100 euro die hij extra verdient, 50 euro belasting. En dat was 10 jaar geleden maar 40. Die is meer gaan betalen. En u mag die 50% of 40% relateren aan de eerdere percentages die ik u genoemd heb. Dit is overigens de kiezer van Nederland. Hoe komen deze vrijstellingen dan toch tot stand? Waarom worden ze steeds uitgebreid? Dat is niet via de kiezer. Dat is niet via het verkiezingsprogramma's. In het verkiezingsprogramma staat namelijk het tegenovergestelde. Zullen we de goudgerande regeling voor de expats nemen en naar de verkiezingsprogramma's kijken? VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, allemaal hebben ze in een verkiezingsprogramma opgenomen dat er 100 miljoen bezuinigd kan worden op de expertregeling. Drie van deze vier partijen stellen ook nog precies dezelfde maatregel voor. En als de vier partijen vervolgens een coalitie vormen, denk je eenvoudig, nou, deze maatregel gaat het regeerakkoord halen. Daar hoef je echt geen jaar voor te onderhandelen. Maar er werd wel een jaar onderhandeld. En uit die onderhandelingen kwam dat de belastingvrijstelling volledig in stand bleef. En daarmee ook het oneerlijke en enorme voordeel dat expats hebben op de woningmarkt, die overigens volkshuisvesting zou moeten heten. En dat bleef in stand. Tegelijkertijd staan in het regeerakkoord allemaal maatregelen die u in geen enkel verkiezingsprogramma kunt terugvinden. Dat begon allemaal klein. In 2012 kwam in één keer een verbod op wilde dieren in het circus in het regeerakkoord. Later werd duidelijk dat Mark Rutte het er hoogstpersoonlijk had ingezet. Nou, dat is het voorrecht van een aanstaand premier, kun je nog zeggen. Maar in het regeerakkoord van 2017 ging Rutte veel verder. De afschaffing van de dividendbelasting. Een belastingvermindering van bijna 2 miljard per jaar. En wie profiteren daarvan? Buitenlandse beleggers en buitenlandse overheden. En dat werd een speerpunt van het regeerakkoord. In geen enkel verkiezingsprogramma was het aangekondigd. Geen kiezer had hiervoor gekozen, maar dit plan werd door lobbyisten via de achterdeur van Rutte in het regeerakkoord gefietst. Maar die 2 miljard is nog niets. In het regeerakkoord van 2021 doet Rutte 4 er nog een grote schep bovenop. Het regeerakkoord kent een begrotingsbeleid dat zo expansief is, dat zonder enige tegenvallers of zonder aanvullende crisis de staatsschuld volgens de CPB-rekening gaat oplopen naar 92%.
Dat is erg moeilijk te rijmen met de financiële paragrafen van de partijprogramma's, waar uitgebreid de lof van voorzichtig beleid en financiële degelijkheid wordt bezongen, zodat we een buffer hebben bij onverwachte tegenvallers en crisis. Dat werd tijdens de formatie in zijn geheel losgelaten. Miljarden werden verjubeld en nog geen 3 maanden later bleek dat er sprake was van een geopolitieke crisis met grote economische gevolgen. Maar geen automatische buffer en automatische stabilisatoren. Dan zijn daar namelijk de klimaat- en stikstoffondsen van maar liefst 60 miljard euro. Ze staan in geen enkel verkiezingsprogramma en het is onduidelijk hoe ze worden besteed. Gaan we ervan uit dat dit op dezelfde manier gebeurt met de huidige klimaat- en energiesubsidies, dan hoeft u niet bang te zijn dat dit geld terechtkomt bij mensen met een modaal inkomen. De miljarden zullen net als nu voornamelijk naar investeerders, buitenlandse investeerders of grootbedrijven gaan, als beloning voor uitstoot van minder CO2 of stikstof. En misschien krijgen de Tesla-rijders nog wat. Wat we ook van deze maatregelen vinden, het is in ieder geval duidelijk dat de kiezer niet de doorslag geeft, maar dat andere partijen soms grotere invloed hebben. De dividendbelasting verschijnt niet zomaar op tafel. Iemand heeft hem daar neergelegd. Waarom? Door wie? Dat blijft vaag. Al weten we dat er sms'jes van een bepaald groot bedrijf aan de premier daarbij een rol speelden. Maar precies weten zullen we het nooit. Want deze sms'jes zijn tegen de wet in gewist. Door de premier zelf. Ook met de stikstof- en klimaatfondsen heeft de kiezer weinig te zeggen. Net als bij de klimaattafels, de energieregio's en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook daar weet dikwijls niemand wie de agenda bepaalt, wie doorslag geeft en waarom. En ook daar zit de kiezer niet aan tafel. De besluitvorming in het Nederlandse stelsel heeft Byzantijnse vormen, aangenomen. Het is volstrekt onduidelijk wie waar de besluiten neemt. Controle in zo'n stelsel is op zijn zacht gezegd moeilijk. En dat is geen toevallige ontwikkeling. Dat is bewust beleid. Ik verwijs hierbij naar de vrijgegeven staatsgeheime notulen van de ministerraad over het kinderopvangtoeslagschandaal. U weet wel, toen langzaam duidelijk werd dat de Belastingdienst tienduizenden, merendeels onschuldige ouders de vernieling in had geholpen en de Tweede Kamer de ministers hiervoor ter verantwoording wilde roepen en informatie wilde. Dit werd, zo blijkt uit de notulen, als buitengewoon hinderlijk ervaren. En ik kan u dat helemaal bevestigen, hoe hinderlijk ze dat vonden. Minister Ollongren presenteerde tijdens de ministerraad een oplossing van dit probleem, die kenmerkend is voor het kabinet Rutte. En ik citeer nu uit deze ministerraad notulen. Minister Ollongren kan zich vinden in de bijdrage van voorgaande sprekers. In het bijzonder de constatering dat het behulpzaam zou zijn als enkele leden van de Tweede Kamer zich terughoudender zouden opstellen. Het is wenselijk te bezien of deze uitvoeringsorganisaties meer op afstand van de Rijksoverheid kunnen worden geplaatst. Geconstateerd zij dat de verantwoordelijke bewindspersonen op dit moment voor ieder incident naar de Kamer worden geroepen. Dat hoort echter de uitzondering te zijn en niet de regel. Uit ervaring in andere landen blijkt dat het mogelijk is dat uitvoeringsorganisaties meer op afstand geplaatst worden. Nou. Het is maar goed dat Matthäus hier niet onder staat. Want toen was de Belastingdienst nog geprivatiseerd, zoals u wellicht weet. Want dat is de enige dienst die ze niet konden privatiseren. Transparantie en gezonde controle, het afleggen van verantwoording, dat is in de gedachten van de ministerraad een probleem. Een probleem dat kan worden voorkomen door alles meer op afstand te plaatsen. Deze formule, laten we het de Ollongren-doctrine noemen, is in het kabinet Rutte 3 veelvuldig toegepast. En met Rutte 4 is daar geen enkele verandering in gekomen. En zo zitten we, met onder andere energieregio's die buiten elk democratisch proces de toekomst van ons landschap bepalen. Klimaattafels waar de industrie en het grootbedrijf in besloten vergaderingen uitzonderingen voor zichzelf bedingen, maar waar de burger niet aan tafel zit. En met stikstof, klimaat en groeifonds waar tientallen miljarden buiten het zicht van het parlement worden besteed. Dit alles heeft als groot voordeel dat men geen last heeft van volksvertegenwoordigers, die zich in de ogen van het kabinet
niet terughoudend genoeg opstellen. Ik vrees dat François Franke niet met enorme bewondering naar deze praktijken gekeken zou hebben. Het is echter geen onomkeerbare ontwikkeling. De niet-democratische regionalisering, de niet-transparante klimaattafels, maatregelen in het regeerakkoord die uit het niets lijken te komen en de dubieuze miljardenfondsen, ze zijn allemaal met nationale wetgeving terug te draaien. En de politieke cultuur is te veranderen. Maar dat vergt een andere houding, een andere bestuurscultuur, waarin controle en transparantie in het afleggen van verantwoording als een noodzakelijke vereiste voor goed bestuur wordt gezien en niet als een probleem. Deze gedachte lijkt echter zo diep ingesleten in de Rutte 3 bewindspersonen die na een kleine draaimolen de kern vormen van Rutte 4, dat zij menselijkerwijs waarschijnlijk niet meer in staat zijn om een fundamenteel andere denkwijze aan te nemen. Ik kan me vergissen, maar volgens mij denkt nog minister Ollongren, nog de premier, nu wezenlijk anders over het op afstand zetten, over het voorkomen van het afleggen van verantwoording, dan 2 jaar geleden. Voor verandering zal een wisseling van de wacht noodzakelijk zijn. We zullen hiervoor dus moeten wachten op nieuwe verkiezingen. En tot die tijd zal ik concrete voorstellen doen om onze democratische instituties te versterken in plaats van ze verder te laten uithollen. Maar ook internationaal spelen deze zaken. Er zijn nog andere ontwikkelingen die invloed hebben op de verdeling van macht in ons staatsbestel. Ontwikkelingen die niet eenvoudig met verkiezingen en een andere meerderheid zijn te veranderen. En dan heb ik het over de steeds groter wordende rol van internationale afspraken en Europese instituties. Met internationale afspraken en soevereiniteitsdeling is in beginsel niets mis. Vlak na de Tweede Wereldoorlog hebben we een grondige analyse gemaakt van wat er gebeurd was en hoe dat voorkomen kon worden in de toekomst. Dat leidde tot vergaande deling van soevereiniteit op een aantal gebieden. Er kwam een VN-veiligheidsraad met doorzettingsmacht en een duidelijk mandaat voor het internationaal hof in Den Haag. Meer tanden dus dan de Volkerenbond die niet gefunctioneerd had. En om te voorkomen dat er een nieuw militair conflict in Europa zou komen over de belangrijkste energiebron en het belangrijkste industriële materiaal, werd de Europese gemeenschap voor kolen en staal opgericht. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens spijkerde de mensenrechten vast, maakte ze afdwingbaar met een internationaal hof, het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En de NAVO werd gesticht, een collectieve verdedigingsalliantie. Er waren in Nederland felle discussies over deze onderwerpen. Werd er niet te veel soevereiniteit overgedragen? Was het zorgvuldig? Wat als de EGKS, het Europees Hof van Justitie, of de NAVO een pad zouden kiezen waarmee we het niet eens zouden zijn? Dit alles leidde tot weloverwogen besluiten en tot verdragen met een opzichtmogelijkheid. Met 1 jaar of met een 1/2 jaar opzichttermijn kun je op dit moment uit de NAVO stappen. Kun je uit de Raad van Europa stappen? Of kun je je onttrekken aan de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag? Deze overdracht van soevereiniteit is dus terug te draaien. Dat is een belangrijk wapen, omdat het terughalen van soevereiniteit ook een belangrijk dreigmiddel is. Doordat je de optie hebt om eruit te stappen, heb je ook een effectief middel om de organisatie aan te spreken wanneer zaken echt de verkeerde kant op gaan. Je moet, zoals Alexander de Grote al wist, de mogelijkheid hebben om nee te zeggen. En deze mogelijkheid om nee te zeggen hoef je misschien uiteindelijk zelfs minder vaak te gebruiken als je nee kunt zeggen. Helaas zijn we de afgelopen decennia veel slordiger omgegaan met onze soevereiniteit. Soevereiniteitsoverdracht en deling zijn meer een automatisme geworden. Zogenaamd vooruitstrevende partijen zien het zelf als een soort Haarlemmer wonderolie. Een middel dat helpt tegen elke mogelijke kwaal. Waar eigenlijk niet over nagedacht hoeft te worden, terwijl we dat echt zouden moeten doen. Want de wereld is nu eenmaal niet zoals we haar zouden willen hebben. En we gaan zelfs niet altijd elke dag naar een betere wereld toe. Laten we eens een organisatie nemen, Interpol. Waarin wij internationaal samenwerken op het gebied van opsporing en criminaliteitsbestrijding.
Interpol is niet tandenloos. Een door haar uitgevaardigd arrestatiebevel, een red notice, kan je leven volstrekt onmogelijk maken. Dat is geen probleem als een red notice alleen wordt uitgevaardigd voor criminelen. Maar we moeten niet naïef zijn. In Nederland onderschatten we welke aantrekkingskracht nette internationale organisaties uitoefenen op autocraten en dictators. Die organisaties verschaffen de landen een vorm van legitimiteit. Ze horen erbij, die dictators. Ze bieden bovendien mogelijkheden. Wetnotissen zijn uitstekend geschikt om je politieke tegenstander, die naar een ander land gevlucht is, internationaal het leven heel zuur te maken. De governance-structuur van Interpol is niet noodzakelijk geschikt om er tegen te gaan. De leiding ervan ligt momenteel in handen van een generaal uit de Verenigde Arabische Emiraten met, kort gezegd, wellicht wat andere opvattingen van de rechtsstaat en rechtsbescherming dan wij hebben. En dit hadden wij niet voor ogen bij het aangaan van deze internationale verplichting. Ook de eurozone. Want ook op het Europees vlak zijn we veel te onvoorzichtig of op het minst naïef op het gebied van soevereiniteitsdeling en soevereiniteitsoverdracht. Want als we al nadenken over bevoegdheidsoverdracht, beperken we ons ertoe zaken op papier goed te regelen, zonder rekening te houden met de werkelijke machtsverhoudingen en de politieke realiteit. We hoeven maar te denken aan de Europese Economische en Monetaire Unie, de eurozone. Onze gemeenschappelijke Europese munt kwam tot stand op basis van verschillende afspraken over begrotingsdiscipline voor de deelnemende landen. Over het mandaat en de taak van de Europese Centrale Bank. Het handhaven van prijsstabiliteit. Het verbod op monetaire financiering en nog veel andere zaken. De Europese Centrale Bank, zoals voorzien in de verdragen, zou een soort Bundesbank zijn. Degelijk, gedisciplineerd en terughoudend. Meer dan 20 jaar na de invoering van de euro kunnen we dat niet zeggen. De internationale afspraken hebben het beoogde effect niet gehad. In een 1-2'tje tussen Duitsland en Frankrijk en met instemming van de Europese Commissie zijn de begrotingsregels al in 2003 de facto terzijde geschoven. Het verbod op monetaire financiering, dat wil zeggen dat de centrale bank geen geld van de staten mag scheppen, de overheidsschulden op te kopen, wordt weliswaar volgens het Europees Hof van Justitie naar de letter nageleefd. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand vindt dat dit verbod ook maar naar de geest wordt nageleefd. Want het stelsel van Europese centrale banken koopt sinds 2014 elke maand tussen de 20 en 80 miljard euro op, voornamelijk aan staatsobligaties. Inmiddels heeft de ECB een balans van meer dan 8000 miljard aan schulden, die niemand ooit meer wil kopen van de ECB. Tegelijkertijd lijkt het handhaven van prijsstabiliteit volgens het verdrag dé hoofdtaak van de ECB niet echt bovenaan het prioriteitenlijstje te staan. Want terwijl de inflatie razendsnel oploopt, en dat gebeurde al in december voor de oorlog, in de eurozone is die nu bijna 6%, in Nederland boven de 7%. Toch gaat de ECB door met het opkopen van schulden en blijft de rente negatief. En ook op dit punt kan ik geen econoom vinden die denkt dat deze maatregelen iets van doen hebben met het beteugelen van inflatie en het handhaven van prijsstabiliteit. Zouden we in de euro gestapt zijn als we hadden geweten dat de ECB 20 jaar later een opkoopprogramma had van deze omvang? Zouden we ons gebonden hebben als we wisten dat de ECB een rentebeleid zou hanteren dat inflatie aanwakkert? Hadden we meegedaan als we wisten dat alle gemaakte afspraken over begrotingsdiscipline en de rol en bevoegdheden van de ECB in de praktijk boterzacht zouden blijken te zijn? Het antwoord laat zich geraden. Nee, natuurlijk zouden we niet hebben meegedaan. Als wij dit in Maastricht in 1991 hadden voorzien, dan hadden we het pad van de Zweden en de Denen gevolgd. Wel de gulden aan de euro koppelen, maar niet eraan meedoen op een manier die onomkeerbaar is. Want dit monetair en economisch beleid kan in een totaal economisch bloedbad eindigen. En dat dreigt te gebeuren. In zo'n situatie heb je op zijn minst een exit-strategie nodig. Een alternatief plan dat je kunt uitvoeren op het moment dat de ontwikkelingen een kant op gaan die niet te rijmen zijn met onze economie en samenleving. Ondoorzichtige besluitvorming, het niet afleggen van verantwoording,
besluitvorming die niet in het belang van de burgers is. Het zijn allemaal zaken die niet de goedkeuring van Franken zouden hebben kunnen wegdragen. Het zijn ook allemaal zaken die we niet zelden terugzien bij Europese besluitvorming. Zelfs als het gaat om de meest belangrijke uitgangspunten en verworvenheden van de Europese Unie. Die is in 1992 gebouwd rondom de vier vrijheden. Vrije verkeer van goederen, kapitaal, diensten en vooral personen. Kijk naar de manier waarop er met deze vrijheden voor bepaalde groepen wordt omgegaan en je krijgt het vermoeden dat niet alleen de burgers de baas zijn in Europa. Ik zal me hier beperken tot het vrije verkeer van personen. Dat vrije verkeer van personen is door de coronamaatregelen fors ingeperkt. Om onbelemmerd door Europa te reizen heb je tegenwoordig een Europees coronacertificaat nodig. Maar inmiddels lijkt, hopelijk door de wat mildere Omicron variant, een einde aan de acute crisis te zijn. En dat zie je aan de maatregelen. In Nederland, Finland, Zweden, Ierland, Polen, Frankrijk, nergens heb je echt de coronapas nog nodig voor het gebruik in het land zelf. Maar voor het reizen tussen de landen in Europa is zo'n pas verplicht. En de inperking, tenminste de landen hebben het nog steeds verplicht gesteld. En de inperking van het vrij verkeer van personen neemt toe. Zo werd onlangs de geldigheid van het originele vaccinatiebewijs van de een op de andere dag teruggebracht van onbeperkt naar 9 maanden. En verloren mensen hun groene vinkje. Nederland nam ook voor intern gebruik over. En binnen een paar dagen had 500.000 mensen geen toegang meer tot de horeca. Zonder aankondiging. Hoezo burgerrecht? Dat gebeurde niet met een Europese verordening waarbij een gekwalificeerde meerderheid of een unanimiteit van lidstaten nodig was. Nee, het gebeurde met een uitvoeringsbesluit. Eenzijdig uitgevaardigd door de Europese Commissie. Zonder een goede rechtsgrond. Zonder dat we onze bevoegdheden op dit punt bewust hadden overgedragen. Maar de regering accepteert het zonder slag of stoot en neemt het dan ook nog over voor intern gebruik. De Kamer is gisteren tegen mijn zin akkoord gegaan met het verlengen van de EU-wetgeving die deze coronapas op deze manier mogelijk maakt. Mijn voorstellen om dit te beperken tot noodsituaties en alleen van toepassing te laten zijn bij interne maatregelen werd verworpen. Dit is een hoogst bedenkelijke keuze die niet in het Nederlandse belang is. In Nederland krijgen middelbare scholieren het advies, niet het advies van de Gezondheidsraad, om een booster te halen. Maar voor het Europees coronacertificaat is een booster verplicht. En dit betekent dat Nederlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar een booster halen niet vanwege medische redenen, maar vanwege het feit dat ze willen kunnen reizen. En de Nederlandse regering gaat hier voetstoots mee akkoord. Het is van belang om deze inperking van het vrije verkeer van personen van Europese burgers te vergelijken met de manier waarop het vrije verkeer van een kleine groep anderen de afgelopen jaren is gefaciliteerd. Laten we een andere groep nemen. Willekeurig. Nou ja. Oekraïense en Russische oligarchen. Binnen de Europese Unie is er van alles aan gedaan om deze groep de ruimte te geven. Een paspoort was eenvoudig te koop in Cyprus of Malta. Het Maltese programma is pas een paar dagen geleden, na de Russische inval in Oekraïne, opgeschort. En met zo'n paspoort kan er vrij worden gereisd en gevestigd binnen de Europese Unie. En Malta adverteert met een filmpje met Oostenrijkse Alpen en shoppen in grote steden. Die hebben ze in Malta niet. Een van de mensen met zo'n paspoort bouwde de facto een klein privélegertje bij de belangrijkste Finse marinehaven. De Finnen moesten een massieve operatie op touw zetten om die te ontmantelen en de veiligheid van het eigen land te garanderen. En terwijl de Europese Commissie snel het vrije verkeer van personen beperkte naar aanleiding van de coronacrisis, wordt er nu pas ingegrepen om dit ongewenste vrije verkeer te voorkomen. Ook de Nederlandse regering heeft jarenlang een vreemde voorliefde gehad voor deze oligarchen. Toen in 2014, dankzij heftige problemen bij de banken op Cyprus, de oligarchen een andere plek zochten om hun miljarden buiten het zicht van de belasting te stallen, organiseerde de Nederlandse ambassade in Oekraïne, samen met een trustkantoor op de Zuidas, een bank op de Zuidas, een besloten bijeenkomst en meerdere besloten bijeenkomsten,
voor miljardairs. By invitation only. Om ze uit te leggen hoe ze via Nederland hun fiscale constructies konden opzetten. Dat is een betrokkenheid van de Nederlandse overheid waar de gewone kiezer zich zelden in mag verheugen. Want tegelijkertijd belden de toeslagenouders duizenden keren met de belastingtelefoon en vingen ze bot. Dames en heren, ik zou nog vele andere voorbeelden kunnen noemen van onze slordige omgang met onze soevereiniteit. Waardoor de macht niet transparant, niet meer in het belang van de burgers wordt uitgeoefend. Waarbij niemand meer verantwoordelijk is. Waar de besluitvorming een black box is. Waar we niet op afspraken kunnen vertrouwen. Maar die kunt u zelf ook wel bedenken. Een interessante vraag is hoe we hier iets aan kunnen veranderen. Hoe zorgen wij weer voor transparante besluitvorming in het belang van de burgers? Besluitvorming waarover verantwoording wordt afgelegd. Dat doen we binnenlands met een aantal voorstellen die ik in een nieuw sociaal contract heb gedaan. Maar dat doen we door weer na te gaan denken over soevereiniteit. Door steeds af te wegen waarom, met wie en hoe we deze zouden willen delen. En we zouden de soevereiniteit alleen moeten delen of overdragen als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste, de internationale oplossing werkt beter dan de nationale oplossing. Dat lijkt natuurlijk de grootste open deur, maar dat is het niet. We binden ons voortdurend aan afspraken die geen meerwaarde hebben, of meerwaarde die alleen in theorie bestaat. Welke meerwaarde heeft het feit dat de detailhandel, een bijna geheel lokaal gebonden sector, nu gebonden is aan de Europese dienstenrichtlijn? Of wat is de zin van ons binden aan Europese natuurwetgeving als de manier waarop we het uitvoeren en implementeren fundamenteel verschilt van alle andere Europese landen? Het enige effect is dat de besluitvorming op afstand komt te staan. De transparantie verdwijnt en niemand meer weet wie verantwoordelijk is. Ten tweede, we werken samen met de juiste, gelijkgezinde landen. Wie zijn lot bindt aan dat van een ander, kan dat het best doen met partijen die dezelfde belangen, dezelfde wensen en dezelfde benadering hebben. Juridische contracten of verdragen kunnen hiervoor niet als vervanging dienen. Een met een handdruk bezegelde afspraak met een geestverwant houdt langer stand dan een juridisch dichtgetimmerd contract met een concurrent. Een monetaire unie met landen die altijd een vergelijkbaar monetair en economisch beleid hebben gevoerd, kan ook zonder gedetailleerde afspraken een succes worden. Een monetaire unie tussen landen die niet dezelfde economische en monetaire visie delen, zoals de eurozone, is een hachelijke zaak, ook al is alles in verdragen in theorie juridisch geregeld. Ten derde, er is een fatsoenlijke en stevige governance structuur. Een governance structuur moet niet alleen op papier functioneren, maar ook in de praktijk. Transparantie en het afleggen van verantwoording is noodzakelijk voor ieder functionerende organisatie die niet vervangen kan worden door meer regels of meer afspraken. Dat geldt voor de EU, maar ook voor alle andere internationale organisaties. En we moeten er zeker niet blind voor zijn dat juridische vereisten niet zo hard zijn als we denken. Dat woorden een heel andere betekenis kunnen krijgen, afhankelijk van wie ze interpreteert. Ook dictators en autocraten stellen zich op het standpunt dat zij hoeders van het recht zijn. Rusland beroept zich de hele dag op internationaal recht. China pleit voor de mensenrechten. En Iran zit in de VN-Vrouwenrechtencommissie. De governance-structuur moet tegen dat soort zaken bestand zijn. Ten vierde, we kunnen eruit als het niet meer functioneert. Soms ontwikkelt de internationale samenwerking zich niet op een manier, ontwikkelt die zich op een manier die ver afstaat van de oorspronkelijke intenties, van de oorspronkelijke afspraken en van het oorspronkelijke doel. Het is een illusie om te denken dat we dergelijke ontwikkelingen altijd kunnen voorkomen. Dat lukt niet met het maken van nog meer afspraken, zoals onze regering geneigd is te denken en zoals in de eurozone constant gebeurt. Want die nieuwe afspraken zullen niet minder snel terzijde geschoven worden. Alle mooie beloftes zijn spijt. Dat lukt ook niet door toezicht op afspraken bij een rechter neer te leggen. Ook dat is geen garantie. Het Europees Hof van Justitie accepteert zonder morren dat de Europese Centrale Bank wel heel flexibel omspringt met de grenzen van het mandaat en de bevoegdheden. En handelt op een manier die we op basis van de verdragsteksten nooit hadden kunnen voorzien. De enige manier om niet meegezogen te worden in een stroom die we niet willen, is om een exit-strategie te hebben. We moeten bestaande afspraken kunnen opzeggen.
want dat is de beste manier om te garanderen dat de afspraken worden nagekomen. Als we willen voorkomen dat de eurozone een permanente transferunie wordt, met steunpakket op steunpakket, met een monetaire beleid dat inflatie aanjaagt en de markt verstoort, en met leningenpakket na leningenpakket, dan moet er een optie zijn voor een exit om uit de eurozone te stappen. Die moet op tafel liggen. Dat is de enige manier waardoor onze Uniegenoten naar ons en gelijkgezinde landen geluisterd zal worden. Een internationale oplossing die beter functioneert dan een nationale oplossing. Een samenwerking met gelijkgezinde landen. Een fatsoenlijke governance structuur en de mogelijkheid van een exit. Dat zijn de vier voorwaarden om soevereiniteit over te dragen of te delen. Maar zo'n zorgvuldige afweging maken we zelden of nooit. Het aangaan van internationale verplichtingen is een blinde vlek geworden binnen de Nederlandse besluitvorming. We zijn immers voor internationale samenwerking, voor Europa, voor de vooruitgang. We zeggen de toekomst van Nederland is Europees. En dan stoppen we met denken. We denken niet over de consequenties die specifieke internationale afspraken hebben voor de manier waarop we onze samenleving inrichten. De Europese pensioenrichtlijn, een dik boekwerk, werd in minder dan 24 uur door de Kamer gejast. Er is over mijn functie elders langer gedebatteerd. En dat terwijl zo'n pensioenrichtlijn de mogelijkheden om de pensioenen naar eigen inzicht vorm te geven, iets waar we in Nederland tot voor kort met groot succes hebben gedaan, ernstig beperkt. We zullen dus steeds opnieuw over onze soevereiniteit moeten nadenken en bijvoorbeeld bij welk Europees project moeten overwegen of dit past bij de manier waarop we onze Nederlandse samenleving willen inrichten. En als dat niet het geval is, moeten we een opt-out als serieuze optie overwegen. We kunnen een voorbeeld nemen aan Denemarken, dat sommige punten van het Europees beleid niet bij de eigen samenleving vindt passen en daar dan een uitzondering bedingt in de vorm van een opt-out. Het land is er niet slechter van geworden en ook niet anti-Europeeser voor wie daar bang voor is. We moeten naar het advies van Alexander de Grote en in navolging van de Staten-Generaal in 1581 het woord nee luid en duidelijk leren uitspreken. Niet omdat we eurosceptisch zouden moeten zijn, maar omdat we het beste kunnen garanderen dat het bij Europese samenwerking een ja blijft, door duidelijk te maken dat nee een optie is. Dames en heren, legitimiteit en soevereiniteit hangen onverbrekelijk met elkaar samen. Dat is de fundamentele gedachte van het pakket van verlatingen, waarmee de onafhankelijkheid van de Nederlanden werd ingeluid. En het was François Franke die ervoor zorgde dat deze gedachte het uitgangspunt van ons staatsbestel werd. En zo is Nederland gebouwd. Op de gedachte dat soevereiniteit daar ligt en daar hoort te liggen, waar ze zoveel mogelijk in het belang van de burgers wordt uitgeoefend. Waarin een structuur is ingebed dat niet het eigen belang, maar het algemeen belang prevaleert. Waar er controle en overleg is en waar de stem van de vrije burger telt. Waar de macht verantwoording aflegt. Legitimiteit en soevereiniteit hangen met elkaar samen. Dat is de fundamentele gedachte. En deze fundamentele gedachte is niet tot stand gekomen in rustige, voorspoedige tijden. Maar juist in tijden van oorlog, in tijden van grote geopolitieke en sociale spanningen. In tijden zelfs van verliezen van grondgebied. Ook toen lag het heel meer voor de hand om als klein land held te zoeken bij een grotere macht. Om daar de soevereiniteit neer te leggen. Het is de verdienste van Franke geweest om aan te tonen dat ook, nee, misschien wel juist in roerige tijden, alles begint en eindigt bij goed bestuur en bij democratische structuren die dit mogelijk maken. En de geschiedenis heeft Franke gelijk gegeven. Laat ons daarom de manier waarop we beslissingen nemen herzien. Laten we voorgoed afscheid nemen van de Rutte-doctrine en van de Ollongren-doctrine. Laten we alle noodzakelijke waarborgen implementeren die ervoor zorgen dat er wordt bestuurd in het belang van de burgers. Dat er transparantie en controle is. Dat er verantwoording wordt afgelegd door degenen die beslissen. Dat is een heel praktische boodschap. Het betekent een einde aan het op afstand plaatsen. Een einde aan samenwerkingsorganen en regio's als daar geen gekozen volksvertegenwoordiging bij hoort. Dat betekent het einde aan klimaattafels, zolang daar zonder enige transparantie en verantwoording keuzes worden gemaakt.
En dat betekent dat miljardenfondsen voor stikstof en klimaat alleen mogelijk zijn als ze onder directe controle van het parlement worden besteed. En er dus controle plaatsvindt, een directe afweging ten opzichte van andere prioriteiten. Dat betekent dat we internationale samenwerking doen om concrete problemen op te lossen, zoals we dat deden in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En niet om andere redenen. En dat betekent dat we in internationale betrekkingen het woord nee leren uitspreken. En de opt-outs, net als Denemarken, als een normaal onderdeel van ons democratische gereedschapskist gaan zien. Nu corona wat meer op de achtergrond raakt, zijn we onverwachts in een nieuwe en zeer heftige storm beland. Na de militaire inval van Rusland in Oekraïne. Dit gaat gepaard met grote onzekerheid over hoe lang deze crisis gaat duren, of het militaire conflict nog groter wordt en hoe ontwrichtend alleen al de sancties gaan uitwerken, ook op ons eigen land. Er staat heel veel op het spel de komende tijd. Onze veiligheid, onze voedselzekerheid, onze energiezekerheid. Maar juist in die tijden is het van belang om trouw te blijven aan de fundamentele principes die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming, ontwikkeling en bloei van ons land. Dat is geen abstracte agenda, maar het zijn concrete en praktische stappen. Een soevereine volksvertegenwoordiging. Dat was het uitgangspunt van Franke in 1587. Voor hem een logische volstrekking. Voor ieder ander een revolutionair en briljant idee. En dat is het vandaag, 435 jaar later, nog steeds. Dank u wel. Jules Krijger, waar ben jij? Kun jij mij helpen met een microfoon, Jules? Wij gaan over naar de Q&A en ik heb daarvoor een van de studenten gevraagd om mij daarin te assisteren. Ah, daar is ze. Nou, laat ik maar beginnen, Pieter. Heel erg veel dank voor deze lezing over soevereiniteit en legitimiteit van bestuur. Wij hebben nog een klein half uur de tijd om vragen te beantwoorden uit het publiek. Dus laten we daar maar meteen mee beginnen. En wij hebben van tevoren één vraag van tevoren binnengekregen. Die is van de heer Gijsbertsen. En als het goed is, zit hij daar ergens. Klopt dat? Zit hij daar? Kijk, perfect. Dankjewel. En Pieter, dankjewel voor je lezing en voor je doorgaande inzet om tegenmacht te organiseren, een open overheid en controle op de overheid. Ik heb daar enige ervaring mee om die tegenmacht te organiseren en juist ook bij een paar onderwerpen die je noemde, onder andere belastingontwijking en zeker de dividendbelasting. En gelukkig bij de dividendbelasting is het ook gebleken dat tegenmacht organiseren werkt. Als je een goede samenwerking met wetenschappers, civil society, parlementariërs en journalisten hebt, dan kun je het vertoog van wat niet klopt van de overheid ook afbreken. Dus er is soms ook wel hoop in die tegenmacht. Waar ik tegenaan loop, want ik heb heel veel ervaring met de wet openbaarheid van bestuur, de WOP. En dan houdt de overheid zich niet aan de wet. En ze manipuleren enorm. Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen, maar de overheid die zich niet houdt aan de wet en onvoldoende opkomt voor de belangen van de burgers, en dat heb jij laten zien met de toeslagenaffaire, dat leidt tot ongekend onrecht. Kunt u tot een vraag komen? Ja, ik kom tot de vraag. In dat ongekende onrecht moeten mensen door de bocht. En ik heb gezien dat het countervertoog van ambtenaren is van ja, maar we leven in een afrekencultuur, dus wij kunnen niet door de bocht. Wat zijn de condities waaronder ambtenaren door de bocht kunnen? En Desmond Tutu is net overleden. Zouden we, als we nu naar de enquêtes, parlementaire enquêtes die komen kijken, zouden we die iets meer volgens een waarheidscommissie kunnen inrichten? Dat is de vraag. Een waarheidscommissie? Het was een waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Lange vraag. Ja, ik heb normaal maar 2 minuten spreektijd in de Kamer en dat is ongeveer deze lengte. Het
loopt van een afsplitser. De overheid houdt zich totaal niet aan de WOP en doet er bijna 200 dagen over waar ze normaal in 28 dagen zou moeten antwoorden en frustreert daarmee uitdrukkelijk wat er moet gebeuren. Ik zie geen afrekencultuur. En dat klinkt flauw, maar ik heb in het kinderopvangtoeslagschandaal nog niet een berisping van een ambtenaar gezien. Dus toen wij vroegen van geef eens een lijst met wetten waar de Belastingdienst zich jarenlang niet aan gehouden had, kregen wij 13 wetten. En de lijst is niet compleet. En iedere keer als wij zeggen, heeft dat gevolgen, dan roept iemand heel hard, afrekencultuur, je mag de vraag niet stellen. Deze 10.000 ouders zijn afgerekend, soms omdat ze ergens één ding niet hadden aangekruist. Ik vind het bizar dat ze gewoon even door het heel hard te roepen, de werkelijkheid omgedraaid hebben wie er afgerekend is. Dus daar moeten ze mee ophouden. Wat ook serieus genomen zou moeten worden, is de Algemene Wet Bestuursrecht. Daar staat in artikel 842 dat als een burger bezwaar heeft, en ik kan u verzekeren, de meeste burgers als ze bezwaar indienen, vinden ze dat heel moeilijk, dat dan gewoon alle stukken op tafel moeten komen. En ze werden niet ingeleverd. De zwarte lijsten zijn nog steeds geheim. Tegen de rechtelijke uitspraken in, ook daar is nooit iemand voor gestraft. Sterker nog, de landsadvocaat mag nog steeds landsadvocaat blijven, wat hij ook uitspookt. Ook al gaat hij met miljoenen frauderen om. Ook al houdt hij stukken op. Het houdt niet op. Dus algemene wet bestuursrecht serieus nemen. Bezwaar van burgers serieus nemen, wat niet gebeurt. Meestal worden door dezelfde ambtenaar behandeld of door een ambtenaar die gesproken heeft met het originele besluit. Het hele idee van bezwaar is een nieuw paar ogen. Die kijken naar het besluit, van klopt het besluit? Beroep serieus nemen. Eigenlijk gewoon burgers serieus nemen als ze wat zeggen. En als we dat niet zien en grote bedrijven wel toegang geven en burgers niet tot de Belastingdienst, dan wijken wij ver af van onze democratische rechtsbeginselen waar we eigenlijk met z'n allen willen zijn. Goed. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven een vraag te stellen en daarmee dus het verzoek het kort te houden. Wie heeft er nog een vraag? Goed. Gaat die maar pakken. We gaan eens zien hoe kort het kan, dames en heren. Maar de voorzitter probeert het ook altijd bij mij. Kort antwoorden mag ook. Gaat uw gang. Goedenavond. Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn daar een afvaardiging van. Hoe kunnen wij soevereiniteit en een raadsbreed akkoord afdwingen om toch die soevereiniteit hoog te houden? Nou, ten eerste kunnen volksvertegenwoordigingen, of ze gemeenteraad of Tweede Kamer zijn, nadenken over wat de kerntaken zijn en wat de franje is. En zich storten op de kerntaken, niet op de franje. Dat betekent dus niet achter elk incident aanrennen, maar kijken wat zijn dan de fundamentele vraagstukken waar je stad voor staat. Is dat een nieuwbouwopgave? Is dat een totaal vervuild terrein? Is dat een zwakke sociale bevolking en daar je aandacht aan besteden? Tweede is ook gewoon bruggen bouwen tussen coalitie en oppositie. Ik had nooit zo ver kunnen komen zonder bijvoorbeeld een samenwerking met Renske Leijten. En het heeft iets met je politieke cultuur te maken. En het andere wat ik lastiger vind is, zijn die samenwerkingen met andere gemeentes, want daar zit volgens mij het grootste gat op dit moment in de verantwoording. En daar wellicht ook regionale afspraken over maken. Maar in ieder geval veel sterkte bij de verkiezingen. Volgende vraag. Ik zag daar een hand. Ja. Dankjewel. Mijn naam is Fatima Akshar en ik heb u meerdere keren aangeschreven aan de hand van de toeslagenaffaire, het onderzoek dat u heeft gedaan. Ik heb uw boek geluisterd als luisterboek, zeer indrukwekkend. Het heeft mij persoonlijk heel erg geraakt. En aan het eind van uw boek schrijft, ik zal de vraag kort houden, schrijft u dat u de participatie wil gaan onderzoeken. En die ligt nu natuurlijk ook ter discussie. Ik ben heel benieuwd, gaat u dat nog doen? Ja. Hier zit ik met een kleine beperking. Ik ben een eenmansfractie en ik heb de ambitie om dingen te doen die ik als met een tienmansfractie zou moeten doen, geloof ik. Er zijn op dit moment vergelijkbare problemen als bij de toeslagen in de participatiewet, in de WIA
en bij de uithuisplaatsingen. En waarschijnlijk ook nog elders, maar er kan niet alles. En ik hoop dat het met collega's lukt om een aantal van die dingen boven tafel te krijgen. En ik zie dat er bij de participatiewet het meest gezien wordt op dit moment. En dat er ook in Den Haag enige bereidwilligheid is om daar iets aan te doen. Dus schrijf niet alleen aan mij, maar schrijf ook nog aan 149 collega's, alsjeblieft. Goed. De volgende vraag. Volgens mij zag ik daar nog een hand. Hier, dame vooraan in de bruine jas. Oh, pardon. Zal ik hem eraf pakken? Ik weet niet of het... Ik pak de hele stok erbij als we toch bezig zijn. Goedenavond, hi. Ik had een vraagje. Er werd net over de Monetaire Unie gesproken. Nou weet ik dat er tot ongeveer 2015, 2016 een soort van plan B op het ministerie van Financiën lag. Dat mochten wij ooit uit de Monetaire Unie stappen, mochten wij hem willen ontbinden, zeg maar. Heeft u daar ook plannen voor? Of zegt u van dat is iets voor een later stadium? Daar kan ik nu nog geen... geen concrete ideeën over geven. Misschien een euro-zero, Noord-Europese euro, Zuid-Europese euro. Vraag over een exit-strategie dus. Exit niet per se. Niet zozeer uittreding vanuit de Europese Unie, maar wel het ontbinden van de muntunie in de huidige vorm. Ja. Ik heb daar... Ik heb als fractie nu twee medewerkers. Dus als u denkt dat ik in staat ben om een doortimmerd plan... ik vond al heel wat dat ik een boek kon schrijven met één andere persoon. Dat ik het hele plan heb klaarliggen in mijn kast, dan moet ik u teleurstellen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om op om onverwachte dingen voorbereid te zijn. En als we één ding geleerd hebben van de coronacrisis... is wel dat we allemaal hele mooie pandemieprojecten in de kast hadden liggen. Omdat ze eigenlijk op de eerste dag van de pandemie... vrij onbruikbaar bleken te zijn. Dus ik hoop wel dat die plannen gemaakt worden. En heel soms snap ik ook nog dat ze niet helemaal gepubliceerd worden. Daar zijn in dit geval redenen voor. Maar we moeten wel nadenken, want de combinatie van het opkopen van schulden, een balans dus van 8000 miljard van de ECB, inflatie van 6% en de huidige voorstellen van Frankrijk en Italië, om weer nieuwe gezamenlijke schulduitgiften te doen, betekent een fiscale monetair beleid waarmee je enorme problemen bij de volgende generaties neerlegt. En die tot enorm grote problemen kunnen leiden. En ja, daar spreken we dan liever niet over in Den Haag, omdat we hebben geen pandklare oplossing. En helemaal, ik zeg het in alle eerlijkheid, een exit-strategie is geen pijnloze strategie. Hè? Dus even voor het beeld. Dit is niet iets van, oh, zullen we dat morgen doen? En toch zullen we erover na moeten denken met een aantal gelijkgezinde landen. Handen. Daar zo. Links van de pilaar, ja. Wilt u gaan staan? Oké. Ga uw gang. Dank je wel. Zeer bedankt voor de bevlogen woorden. Alle respect. Ook goed om het monetaire systeem aan te kaarten en de bestuurscultuur en structuur. Ik heb er een paar vragen over. Allereerst het belang ook dat met name collega Alkaya het monetaire systeem aangekaart heeft. Dat de voormalige minister van Financiën het WER-rapport in de la heeft gelegd. Waardoor het belang is om het publieke geldsysteem en het private systeem van elkaar te scheiden. Omdat het publieke geldsysteem en de publieke verzorging voorzieningen ten gronde gaan. Dus daar wil ik even op attenderen. Misschien kunt u daar nog iets over zeggen. En qua bestuurscultuur en structuur en soevereiniteit... dan zien we het democratisch tekort, wat ook Cenk Willink en Putters agenderen. Wilt u uw vraag afronden? Ja, om het echt te veranderen, want we weten natuurlijk allemaal wat er geconstateerd wordt aan het tekort, is het draagvlak voor de veranderingen die u voorstelt ontzettend belangrijk. En één keer in de vier jaar op een analfabete manier een rondje rood kleuren, dat is niet meer van deze tijd. Dus inwoners van Nederland en ook lokaal op onderwerpen laten stemmen en de kennis en kunde en de ervaring. Ik ga u afronden, mevrouw. Van de inwoners betrekken. Kunt u hier? Het spijt me, maar het duurt echt heel lang. Ik wil echt nog wat mensen aan het woord laten. Of je daar veel reageert? Eén zin.
op hoe de veranderingen te creëren naar een meer democratisch, soeverein bestuursstructuur. Dank u wel. Dank u wel. Het spijt me dat ik zo streng ben, maar ik wil graag veel mensen aan het woord laten. Pieter. Nou, het probleem is dat het WER-rapport is een ingewikkeld rapport. Dat is inderdaad gekomen vanwege de motie die ik samen met Arnold Marquise, ook van de SP, net zoals Maher Okai, heb ingediend. En helaas is dat onderdeel over private, publieke geldvoorziening niet overgenomen. Dat kun je opnieuw proberen. Zijn verkiezingscampagnes in Nederland inhoudelijk? Nou, ik heb u net laten zien, er is niet eens een link tussen de verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord. Als je die twee op elkaar legt, dan denk je echt, wat ben ik hier aan het vergelijken met elkaar? Het is zelfs niet bij benadering zo. En dat vereist een volwassen discussie en dat vereist ook volwassen burgerschap om er iets tegen te doen. En dat mis ik wel eens in Nederland. Ik mis wel eens doortimmerde programma's op zaterdagavond. Niet dat er iets mis is met Wie is de Mol. Dat, ik moet dat altijd kijken van mijn dochters. Maar ik mis wel de soort Newsnight of de Duitse tv met de vroegte analyses. Wat is er aan de hand en wat willen wij doen? En dat kunnen wij terugbrengen met discussies zoals hier vandaag. En die hoeven niet langs partijlijnen te lopen. En als die volwassen discussie weer losbreekt. Ik ben naar het archief geweest om eens te kijken wat François Franck allemaal deed in zijn tijd. Het is allemaal bewaard gebleven. Je kunt het bij het Nationaal Archief inzien. Wat hij in 1586 en 1587 bijhield. En als je ziet hoe de polemische reactie was. En hij verzamelde al die geschriften en heeft ze allemaal geordend bij elkaar. En dat was dan een boekwerk van over 10 centimeter dik voor dat jaar. Met geannoteerde agenda's. Die zie ik niet meer, die felle discussie. Met voorstellen van 20 kantjes. Ja, het waren wel kleine kantjes, dus was iets minder dan wat ik vandaag deed. En dat zouden we weer terug moeten hebben in Nederland. En alleen als we dat doen, komen we er weer. Maar ja, als mensen denken dat ze met één tweet de wereld kunnen oplossen, of het conflict in Oekraïne een goede zet kunnen geven, dan moet ik wat teleurstellen, denk ik. We hebben nog tijd voor twee vragen. Ik zie hier de dame vooraan. De blonde dame, ja. Ja. Gaat uw gang. Dankjewel. Mijn naam is Karin Swinkels. Dank Pieter voor je toespraak en je lezing. Het maakt me wel een beetje bezorgd. Ik heb eigenlijk een korte vraag. De politiek is verworden tot de waan van de dag. Wat je net zei, in een tweet gaan we vertellen hoe het allemaal moet. En de onderliggende fundamentele discussies die blijven buiten beeld. Misschien ook omdat mensen dat heel ingewikkeld vinden. Maar daar is wel heel veel werk te verzetten. En ik hoop dat je daarvoor meer draagvlak in de Kamer krijgt. En dat je dat breder kan trekken. En mijn vraag is eigenlijk, wat zeg jij nu van de staat van Nederland in de democratie? Waar staan wij? De staat van de democratie. Nou, ik had geprobeerd een hint te geven met wat er gebeurde naar François Franck. Want hij, de Staten-Generaal, worden eindverantwoordelijk. Maar het is op dat moment vooral prins Maurits, die feitelijk een staatsgreep pleegt in 1618 en het terugdraait. Daarna gaat hij van Barneveld zijn kop eraf halen. Dit is niet een, je hebt het één keer geregeld en dan, daarna heb je het einde van de geschiedenis, om maar eens iemand te citeren. Je kunt vooruitgang hebben en je kunt teruggang zien. En ik heb de afgelopen 10 jaar institutionele teruggang gezien door een overmatige mate van liberalisering van essentiële onderdelen van de structuur en het nakijken, het besturen van de staat als een BV. De staat is geen BV. Er is een publiek belang. Volkshuisvesting is wat anders dan een woningmarkt. En ja, het stuk in de grondwet waar er staat dat bestaanszekerheid een opdracht is voor de regering en de volksvertegenwoordiging, is niet iets leegs. Als mensen hun thermostaat op 10 graden moeten zetten omdat ze anders bang zijn failliet te gaan met de huidige gasprijzen. Dat betekent een andere manier van denken vanuit die burger, niet meer vanuit de grote bedrijven,
en weer een staat inrichten op het publieke belang en het private belang die niet samenvallen. En dat betekent meer verantwoording af te leggen. En dat is een grote agenda, die kan ik niet in mijn eentje uitvoeren. Maar die discussie die moeten we voeren en we zullen het daarna stap voor stap weer moeten terugveroveren. En dat kan heel prima. Tijd voor de laatste vraag. Laatste vraag. Handen. Ja, gaat uw gang. Ja. Goeiedag, mijn naam is Hugo Hollander. Ik heb hier een steun Pieter Omtzigt folder. En ik denk dat Pieter heel veel steun nodig heeft. Dus een oproep om dat in ieder geval van harte te steunen. Maar ik vraag me wel af, waar gaat dit naartoe? Gaat de steun zover dat je een beweging gaat opzetten om een eigen politieke partij te starten? Om dit verder te brengen? Om inderdaad die 10 mensen die je keihard nodig hebt om die zeg maar erbij te hebben. Om te zorgen dat dit gedachtegoed verder komt. Toch nog moeilijke vragen vandaag. Dank voor de steun en de vraag. In alle eerlijkheid is die burn-out mij best wel tegengevallen. En is ook de reïntegratie in het politieke proces niet van een leien dakje gegaan. Je wordt dan aangeraden om 2 uur per dag te starten met werken. Je te beperken tot niet al te stressvolle situaties. Dat lukte niet helemaal aan het begin. En dat betekent ook dat ik nu stap voor stap doe waar ik me comfortabel bij voel. Nou, dat gaat nu beter. En ik neem die stappen ook stuk voor stuk. En dan staat de vraag om een beweging of een partij op te richten, niet dat die staat niet volgende week op de agenda. Maar ik heb die vraag heel goed gehoord. En op een gegeven moment zal je moeten besluiten of je meedoet aan de volgende verkiezing of niet. En dat ga ik niet besluiten een week voor die verkiezing plaatsvindt. Dus dat zult u horen. En in de tussentijd hoop ik dat u vooral wilt meedenken. Vooral met die steunstichting. Maar ook discussies opzetten. Ik ben heel blij dat Mandeville dat hier vanavond gedaan heeft. We zijn heel langzaam een paar expertgroepen aan het opzetten. Een aantal mensen hier zijn ook aanwezig uit die expertgroepen. Om die gedachten verder te ontwikkelen. Maar dat is een uitdaging. Zeker gezien met de dagelijkse debatten. Maar dat gaat stap voor stap. En ik hoop wat meer van dit soort discussies te kunnen gaan houden in bijvoorbeeld het najaar. Warm applaus. Ja. Pieter, namens Mendeville en ook denk ik namens de stad Gouda kan ik wel zeggen heel erg dank voor deze doorwrochte analyse die we vanavond hebben mogen aanhoren. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ook zeker lokaal, nationaal en internationaal goed blijven nadenken over vraagstukken als soevereiniteit en legitimiteit. Wat zijn nou de zaken die er daadwerkelijk te doen? En hoe kunnen we hoofdzaken van bijzaken scheiden? Ik vind het ontzettend waardevol dat we hier deze avond hebben mogen beleven met elkaar, met zo'n groot publiek. En ik ben dankbaar dat we dit ook in het begin van het jubileumjaar van de stad Gouda, waarin we 750 jaar stadsrechten vieren, mogen beleven. Dus ik wil je daarvoor hartelijk bedanken. Wij gaan hier zometeen gelegenheid geven om nog een aantal boeken te signeren. Het nieuw sociaal contract van de heer Omtzigt. En ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw komst. En ik wens u een heel goed weekend toe. Dank u wel. Dank u wel.